gebeurt er nog iets? Dat was de titel van een boekje wat verscheen in de jaren 80. En de ondertitel was Over prediking en hoorcrisis. Dan begrijpen de meesten van ons wel waar het over ging. Het woord wordt gebracht. Iedere zondag weer. Predikanten spannen zich in als het goed is. Om de diensten zo goed mogelijk voor te bereiden en vooral de verkondiging van het evangelie. Studenten, kandidaten, docenten. Maar gebeurt er nog iets onder de prediking? Of is het zo wat een al oudere predikant uit ons midden ooit zei, toen anders dan nu? Eén preek met Pinksteren van Petrus en 3000 mensen werden bekeerd. En nu 3000 preken. En je moet je afvragen of er iemand wordt bekeerd. Gebeurt er nog iets? In het hart van de hoorders. Ja, laten we het meteen maar persoonlijk maken. In uw hart, in jouw hart, in mijn hart. En als u de Heere kennen mag, wanneer is het voor het laatst geweest dat u onder de prediking de Heere zelf ontmoet hebt in het gewaad van zijn woord? Kijk, die vragen komen op ons af als onze tekst een klein beetje oplicht vanmiddag. Er werd op het woord gereageerd. Op het wonder van de verkondiging van Petrus met Pinksteren. Maar dan wel verschillende reacties. Laten we er met de hulp van de Heere samen naar luisteren. Drieërlei reactie op het Pinksterwonder. Allereerst vertwijfeling. Dat is vers 12. Daar lezen we, ze ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig. Zeggende een ieder tegen de ander, wat wil toch dit zijn? In de tweede plaats, verachting. Volgende vers. Anderen spottend zeiden, ze zijn vol zoete wijn. En tenslotte, verslagenheid. Dat is vers 37. En als zij dit hoorden, werden ze verslagen in het hart en zeiden, mannen, broeders, wat zullen wij doen? Dus drieërlei reactie op het Pinksterwonder. Allereerst vertwijfeling, vervolgens verachting en ten derde verslagenheid. Het moet natuurlijk ook wat geweest zijn, die gebeurtenis op de Pinksterdag. Waarschijnlijk waren ze in de tempel, in ieder geval was er een grote massa mensen en het is nauwelijks denkbaar dat dat ergens anders geweest zou zijn dan in de tempel, in de voorhof, in het tempelplein. En daar ineens zo heel onverwacht geluiden als van een wind die stormt. Tongen van vuur op de hoofden van eenvoudige Galileese vissers en anderen die tot de discipelkring van de Heere Jezus behoorden. En dan vooral, want dat is duidelijk in Handelingen 2 het hoogtepunt. En dan vooral de prediking. In onze eigen taal de grote werken Gods. Ja, geen wonder dat de mensen verbaasd zijn. Zich verwonderen. En tegen elkaar zeggen, begrijp jij dat nou? Zulke simpele mensen spreken hier van de grote werken van God en ook nog in verschillende talen. En wij horen ze ook allemaal in onze eigen taal spreken. Jodengenoten uit verre landen tot zelfs uit Rome en uit Mesopotamië toe. Wat is dit? Die prediking van de apostelen, die straks door Petrus wordt overgenomen in die grote toespraak, maakte indruk. Deed wat.
Dat brengt ons bij de vraag van de inleiding. Gebeurt dat nog? Als we breed om ons heen kijken, gemeente, in de samenleving, hier in West-Europa met name, want het is in andere gebieden toch nog wel iets anders, dan zeg je, het woord doet helemaal niets meer. Als je op je werk zou vragen aan collega's, wat is hemelvaart, wat is Pinksteren? Of als zij aan jou vragen, wat doe je met Hemelvaartsdag en wat doe je met Pinksteren? U kunt het amper uitleggen. En als u het uitlegt, ze begrijpen het niet. En in elk geval, ze verwonderen zich niet. En ze worden ook niet twijfelmoedig. Hier was nog wel iets van een indruk. Ja, we moeten oppassen om dat meteen te verklaren voor het hele bijzondere, zaligmakende werk van de Heilige Geest. Want er zijn ook algemene indrukken onder de prediking van het woord. Die zijn er ook in de gemeente. Misschien ook onder ons. Dat je onder een heel ernstige preek echt beseft, er moet wat veranderen in mijn leven. Ik kan zo niet verder leven en ik kan zo zeker niet sterven. Maar zulke indrukken kunnen ook weer voorbij gaan. Weg ebben. En je hart wat geraakt is, en waarvan je misschien dacht dat het wel geopend is, dat kan ook weer zo dicht slibben. Voorbijgaande dingen. De Heere Jezus wijst daar ook op, als hij zijn meest fundamentele gelijkenis aan zijn discipelen vertelt en ook uitlegt. De gelijkenis van het zaad, wat op vier verschillende plekken valt, dan zie je dat dat zaad op allerlei manieren gezaaid wordt en ook nog wel ergens iets doet. Ja, bij dat zaad wat aan de rand van de weg terechtkomt, waar de vogels van de hemel het wegpikken, daar gebeurt niks. Dat zijn de harde harten die ongevoelig zijn voor het woord. Maar er zijn, zegt de Heere Jezus, ook mensen die lijken op steenachtige grond. Het zaad van het woord valt er wel in, maar het kan niet diep in de aarde zinken, omdat er een rotsmassa vlak onder zit. En het doet wel iets, het krijgt ook nog wel kleine wortels, maar dan schiet het meteen omhoog. Maar als de zon brandt, dan verbrandt het en het komt tot niets. Dat is iemand, zegt de Heere Jezus, die wel onder de indruk raakt van het woord, die het zelfs met blijdschap aan kan nemen als een verrassende boodschap. Maar als dan de beproeving komt en als dan de tegenkanting komt en als de dingen dan niet zo lopen zoals je zelf graag zou willen, dan schud je het van je af en het komt tot niets. Of de doornen, de rijkdom, zeg maar in onze tijd het materialisme, wat aan alle kanten ook in deze coronacrisis uit de samenleving spat, hier in het Westen. Het verstikt het zaad. Je krijgt geestelijk ademnood van het materialisme. Vergunt u me de uitdrukking. En je stikt er geestelijk onder, als God het niet verhoedt. Wel indrukken. Er gebeurt wel iets, maar het komt tot niets. En dan wel persoonlijk. Bent u daar nooit eens bang voor, u die de Heere niet kent? Die op huisbezoek altijd moet zeggen tegen de broeders, ja, ik weet wel dat het veranderen moet in mijn leven, maar ik ben nog niet zo ver. Ook zo'n uitdrukking van vandaag. Ik ben nog niet zo ver. Of, ja, dat is een wonder, dat is een wonder. Als God in je leven werkt, dat is het. Voor de volle 100%. Maar kunt u zo doorleven? Door alsmaar uzelf buiten schot te houden met prachtig, vroom, bijbels klinkende uitdrukkingen. Arglistig is het reformatorische hart, hè?
Mijnaard. Weet u, het moet veranderen als u onbekeerd bent. Het moet veranderen als er alleen maar indrukken van verwondering waren, zoals op de Pinksterdag. Wat wil toch dit zijn? Het moet veranderen als u alleen maar in de kerk komt om een goede preek te horen. En liever een hele begaafde dominee. Wat wil toch dit zijn? Als meer niet is, is het te kort. Ja, maar zegt u dan misschien, dominee, hoe zit dat dan? Als ik geraakt word door het woord en als het de dingen van de Bijbel me aanspreken en me eigenlijk toch ook niet helemaal ongevoelig laten, wat is dat dan? Ik denk aan iets wat ik zelf meemaakte alweer jaren geleden, toen ik nog in mijn geboorteplaats op de jeugdvereniging zat. We hadden een mooie jeugdvereniging, betrokken jongelui. En een van de ouderlingen, samen met een diaken, kwam heel vaak op bezoek. Soms wel om de 2 weken. Daar waren we eerlijk gezegd niet altijd blij mee. En hij deed altijd mee, die ouderling. Soms ook gaf hij antwoord op hele persoonlijke vragen. En nu denk ik, nu ik 70 plus ben, wat hebben we veel van hem geleerd. Een keer vroeg een jongen, het is nu een grootvader uiteraard, zeg, ik heb een vraag voor u. Soms zit ik in de kerk, vooral op de zondagavond onder de catechismespreek. En dan zou ik wel in de kerk willen blijven zitten. Dan word ik zo naar dat woord toe, naar de Bijbel toe en naar de belijdenis toe getrokken. En dan zeg ik, dat is het. Dat heb ik nodig. En dan ga ik soms helemaal stil naar huis, maar ja, de volgende ochtend moet ik vroeg op, want mijn huiswerk is niet af en dat moet klaarkomen voor de school. En ik ben het zo weer kwijt. Wat is dat? En onze oude broeder, die nu al vele tientallen jaren in de hemel is, keek een poosje naar het plafond en zei, ik zal je eerst zeggen wat niet is. En dan zou ik zeggen wat wel is. Weet je wat je niet moet doen? Meteen denken van, oh, ik ben wel ontroerd onder de prediking van het woord. Nou ben ik al aardig bekeerd. Of misschien, ik ben al bekeerd. Hij zegt, dat is levensgevaarlijk, want daar kun je jezelf mee bedriegen. Maar aan de andere kant moeten wij ook oppassen dat we alles meteen niet weggooien. Want je bent onder het woord. Het heilig evangelie van Gods genade. En dat woord spreek je aan. En dat woord maakt indruk. Dat betekent dat de Heer, hij zei het in die oude uitdrukking, bemoeienissen met je hebt. Dat de Heer je niet loslaat en dat het woord je niet loslaat. Dat moet je dus niet doen. Er gauw wat van maken en jezelf heel snel bekeerd verklaren. Maar ook niet weggooien alsof het helemaal niks is. Wat dan? Ga naar huis, ga op je knieën. En vertel het maar aan de Heer. Mogen jullie ook doen, jongelui? Of als u wat ouder bent. Heer, nou ben ik geraakt door uw woord. En het houdt me bezig. En ik kan het op dit moment niet kwijtraken. Maar het is al zo vaak gebeurd dat ik het wel kwijtraakte. Wil u doorwerken in mijn leven? Het gebed om de doorwerking van de Heilige Geest. Zo belangrijk. Eigenlijk wezenlijk. En misschien ontbreekt het er bij jou of bij u wel aan. En dat gebed om die doorwerking van de Heilige Geest, dat hebben ook de kinderen van God. Ook de ware gelovigen nodig, telkens weer. Niet blijven steken in de verwondering van wat wil toch dit zijn? Twijfelmoedig. Soms zelfs in twijfel ondergaan, ik weet het.
Het leven van een kind van God gaat niet zonder aanvechting en zonder twijfel. Spurgeon heeft ooit gezegd, en ik ben het volstrekt met hem eens. Hij zegt, twijfel is zonde. Daar ben ik diep van overtuigd. Maar het is ook waar, wie nog nooit getwijfeld heeft, heeft ook nog nooit geloofd. De praktijk van het geloofsleven gaat door twijfelmoedigheid en vragen heen. Opdat we tot de Heere zouden vluchten. En met al onze twijfels, zorgen, aanvechtingen, met de vragen van ons hart bij hem terecht zouden komen. Dat lezen we hier niet van die eerste reactie. Maar ik denk zo, en u zult het wel met me eens zijn, dat sommigen, en misschien wel velen, van die mensen die als eerste reactie hadden, wat wil toch dit zijn, en twijfelmoedig vroegen, wat moet ik hiervan maken? Dat ze straks tot die 3000 behoren. Want indrukken, denkt u maar aan het antwoord wat die oude broeder uit Sliedrecht aan ons gaf op de vereniging. Indrukken kunnen wel verdiept en gezegend worden door de werking van de Heilige Geest. Maar we gaan snel naar de tweede reactie. Die tweede reactie, dat is een reactie van verachting, van spot. Want we lezen in vers 13 van Handelingen 2, en andere spottende zeiden, ze zijn vol zoete wijn. Ze hebben te veel gedronken. Spottend. Dat komt dus onmiddellijk op het Pinkster-evangelie af, gemeente. Er zijn kringen geweest in het verleden en ook vandaag zijn er kringen die zeggen, oh, die vroege Pinksterkerk. Ideaal beeld voor de kerk van nu. En ze dromen van een nieuw Pinksteren. Nou, in zekere zin kun je jaloers zijn op die vroege tijd van de oud-christelijke gemeente. De gemeente van de eerste hoofdstukken van het boek Handelingen. En ook nog wel de gemeenten tijdens de zendingsreizen van de apostelen, zeker. Dat mag ook. Maar laten we die tijd ook niet idealiseren, want het is nog steeds zo. En dat geldt ook op de Pinksterdag, dat waar de Heere werkt, daar is Satan ook actief. Sommigen van u kennen misschien de uitdrukking, waar de Heere zijn kerk bouwt, daar bouwt Satan er een kapel naast, foute boel. Het is veel erger. Satan bouwt geen kapel naast de kerk, die probeert hem erin te bouwen. Eerder is hij niet tevreden. Zult u het niet vergeten. Ik vind het erg om te zeggen, maar we zien het vandaag gebeuren. Dat de Satan als een briesende leeuw en als een engel des lichts niet alleen maar naast de kerk bezig is, maar ook in de kerk bezig is. En op de Pinksterdag is deze groep mensen dan nog niet de kerk. Maar de geest is aan het werk. En het woord klinkt in betoning van geest en van kracht. En daar is de duivel. En welke middelen gebruikt de duivel? Ja, daar gaan we vanmiddag niet te breed op in natuurlijk. Maar een van de middelen die de duivel gebruikt is spot en verachting. Spot. Die mensen doen vreemd. Vandaag zouden we zeggen, hij gedraagt zich verward. Zo'n uitdrukking die je nogal eens in het nieuws hoort tegenwoordig. En soms zeggen ze, ja, die man die praat over godsdienstige, geestelijke dingen. Hij heeft vast godsdienstwaanzin. Nou, in die sfeer is deze spotternij ook. Dronken, een beetje buiten zinnen, in de war. Laten ze eerst hun roes maar gaan uitslapen. Dat is de sfeer die opgeroepen wordt. En de duivel kan dat op verschillende manieren doen, gemeente.
spotten, kwaad spreken, dat hoort bij zijn wezen. Het woord duivel, en daar zal ik me toe beperken vanmiddag, diabolos in het Grieks, en het is bijna in alle Europese talen overgenomen, diable, devil, enzovoort. Diabolos betekent een heleboel. Want de duivel is buitengewoon vindingrijk. Onder andere dit, de lasteraar, de kwaadspreker, die altijd God en zijn dienst in het verkeerde daglicht stelt. En daarom wordt onze Heidelberger catechismus in de zondag over het negende gebod, gij zult geen vals getuigenis spreken, zo scherp. Dat is opgevallen. Als de catechismus de geboden behandelt, dan is de taal het scherpst. Nee, niet bij het zevende gebod. Maar bij het negende. Gij zult geen lasteraar zijn. Geen kwaadspreker. Dat zijn, zegt de catechismus, de eigen werken van de duivel, van de diabolos. Spotternij. En ik denk dat de jongelui die midden in het leven staan en met allerlei dingen in aanraking komen, het wel weten. Wat kan spot en verachting vanwege de dingen van de Here en van de Bijbel een pijn doen, hè? Dan schaam je ervoor om in een grote groep met mensen van allerlei overtuiging je handen te vouwen en te bidden voor je eten. Want je bent bang voor de spot. Spot kan ook een zwaard zijn. En heel diep ingrijpen in het leven van mensen. Spot en verachting kan zelfs de reden zijn dat mensen langzaam maar zeker bij het woord vandaan zwerven. Omdat je die spot niet kunt verdragen. En omdat je het ook niet wilt. Weet u wat dan de Bijbel zegt? En dan moet u maar vaak lezen in het boek van de Psalmen. En eens goed kijken hoeveel keren daar het woord spotter in voorkomt. Psalm 42, ik noem dat alleen maar. Waar mij spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? Je bent vol zoete wijn, je bedriegt jezelf. De Oud-Testamentische vromen en de Nieuw-Testamentische kerk hadden last van spotters. Spotters van buiten uit de samenleving die je eigenlijk verachten omdat je zondag nog naar de kerk gaat. Die je verachten omdat je je Bijbeltje leest. Die je verachten omdat je het erg vindt als er in je omgeving gevloekt wordt. Maar ook de spotters van binnen. Want daar had die dichter van Psalm 42 zo'n last van niet. Spotters, ja, dat kon van buiten komen. Maar die spottende stem van de boze, van de grote verzoeker, kan ook binnen in je hart klinken. Zou je niet stoppen? Zou je echt niet stoppen? Jaren geleden moest ik voor mijn gezondheid bij een specialist zijn. En die vroeg zo heel belangstellend: meneer, wat doet u voor uw werk? Nou, ik vertelde dat ik dominee was. Hij begon een beetje smalend te kijken. Hij zegt, levert dat nog wat op? Dat werk van u. Ik zeg, ja. De eeuwige heerlijkheid. Nou, toen haalde hij helemaal zijn schouders op en zegt, nou ja, hij is niet wijzer. Maar dat soort dingen wat dan naar je toe komt, kan ook van binnen klinken. En dat gebeurde toen ik uit het ziekenhuis liep. Ben je werkelijk zo zeker? Is God een hoorder van het gebed? Is hij door zijn Heilige Geest en door zijn woord echt bij zijn kinderen? Wat ervaar je daar nu van? Wat heb je voor weerwoord? Ik kan het mooi zeggen als je op de kansel staat. Waar is God?
gemeente, de aanvechtingen, waar de spot van de boze in doorklinkt, het staat hier voor ons. Schamper, ze zijn vol zoete wijn. En dan het wonderlijke, je moet daarop letten. Die spot is de aanleiding voor de preek van Petrus. De eerste Pinksterpreek komt niet tot een gemeente die zit te wachten en verlangend uitziet om het Pinksterevangelie te horen. De aanleiding tot die Pinksterpreek van Petrus is ook niet de vraag van de vertwijfeling. Van wat wil toch dit zijn? Ik zal het u uitleggen. De aanleiding tot de Pinksterpreek van Petrus is de spot van de boze. Daar kunt u een heleboel gedachten bij hebben. Onder andere dit. De boze wilde die discipelen de mond snoeren met zijn spot. Maar, misschien kent u de tekst, hetgeen zij ten kwade gedacht hadden, heeft God ten goede gedacht. Soms gebruikt God de meest onmogelijke aanleidingen om zijn woord helder en klaar en krachtig te laten verkondigen. En daarom moet u nooit aarzelen om als de gelegenheid zich voordoet, toch maar goed van de Heere te spreken. Ook al is het te midden van het branden van de spot. Zeg het maar eerlijk. Al is het maar met één zinnetje. De Heere neemt het je nooit kwalijk. Petrus begint en hij gaat uitleggen, daar hebben we het vanmorgen breder over gehad. Wat hier gebeurt, dit is geen dronkenschap, zegt Petrus. Want het is nog maar de derde uren van de dag, het is nog maar 9 uur 's morgens. En bovendien laat hij zien dat dit de vervulling is van oud-testamentische beloften. Van beloften die vervuld worden door de Heere Jezus Christus. En dan volgt die machtige Christusprediking. Maar die machtige Christusprediking, dat God de lijdende en stervende zaligmaker heeft verhoogd en de genade heeft gegeven, gekroond heeft met de gave om de Heilige Geest uit te storten, die spitst Petrus wel toe op zijn gehoor. Hij legt die werkelijkheid van het lijden, sterven en de opstanding aan hun hart. En dat gebeurt zo, vlak voor de laatste tekst van de preektekst. Als hij de schrift heeft laten spreken om te laten zien Christus is de Messias, dan sluit hij af, vers 36, zo weten dan zeker het ganse huis van Israël dat God hem tot een Heere, Kyrios, en Christus, Messias, gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Ik heb het vanmorgen aangeroerd en dat ga ik niet herhalen. Je mag niet zeggen vanuit deze tekst, ja, hier worden de Joden beschuldigd. Hier worden wij mensen beschuldigd. Hier worden alle hoorders beschuldigd. Want al is het zo dat er onder die scharen mensen waren die werkelijk meegedaan hadden met die razende massa die geschreeuwd had, kruist hem, kruist hem. Al stonden er misschien soldaten van de tempelpolitie bij die bijgedragen hadden aan het begeleiden van de kruiselingen op die Goede Vrijdag. Al waren er misschien priesters bij
die actief bezig geweest waren om de Heere Jezus te laten kruisigen. Het staat er hier heel algemeen voor de mensen die daar waren. En het staat er heel algemeen voor het woord van de levende God. Voor het woord van de levende God voor ons vandaag. Gij, zei die man. Die vinger ziet u aan het slot van de preek van Petrus. En als het goed is, hoe verschillend de prediking in de kerk ook is, is er in elke preek een uitgestoken vinger naar jou en naar u en naar de dominee zelf. Gij zijt die man. U bent schuldig. U bent schuldig waaraan? Ja, zegt onze belijdenis. Dat wij tegen al de geboden van God gezondigd hebben. En niet één daarvan gehouden. Weet u het? Ja, meestal als de Heer in ons leven gaat werken en ons laat zien wie we zijn als zondaren, begint hij bij een concrete zonde. Een zonde waar we heel bijzonder aan verslingerd zijn. Een boezemzonde, een koningszonde. Maar de Heer laat vanuit zijn woord zien en in de prediking als het goed is zien dat het niet bij één zonde blijft. En dat we vele zonden hebben. Al Gods geboden. En geen daarvan gehouden. Dat al onze werken, zelfs onze beste werken, met zonde bevlekt zijn. En dan moet u niet meteen zeggen, ja, dat is een somber woord. Dat is een sombere prediking. Nee, dat is geen sombere prediking natuurlijk. Het is geen prettige boodschap als je verteld wordt dat je een zondaar bent. En dat als er niets verandert in je leven, dat je voor eeuwig verloren gaat. Maar de Heere laat dat niet verkondigen om mensen in het duister te laten. En om mensen angstig te maken. Maar juist om mensen wakker te schudden. En dat gebeurt ook bij de prediking van Petrus. Gij, zei die man, die gij gekruisigd hebt. Dat is ontdekkende prediking om mensen wakker te schudden. Ontwaak. Gij die slaapt, geestelijk de doodslaap slaapt en sta op uit de doden. Ja, en dan staat er heel bijzonder, die gij gekruisigd hebt. Meestal als de Heere begint in het leven van iemand en laat zien dat hij een zondaar is en dat hij de genade van de Heere nodig heeft en de genade van de bekering en van het geloof, dan zie je nog niet zoveel van het borgwerk van de Heere Jezus Christus. Al kan het wel gebeuren dat je daar heel snel op gewezen wordt. Daar is de Heere vrij in. Hij weet precies wat het beste voor jou is en voor u en voor mij. Maar vaak, pas later, gaan we ontdekken dat we niet alleen gezondigd hebben tegen de geboden van de Heere. Gij zult niet stelen, gij zult u niet in gevaar begeven, gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Maar dat onze zonde, ja ook die concrete zonde, ook die zondige gedachten, ook die zondige dagdromen, dat die ten diepste Gods lieve Zoon aan het kruis genageld hebben. En de zonden worden voor iemand die de Heere kennen mag nergens bitterder dan wanneer je ze ziet aan de voet van het kruis. Ik denk aan dat gedicht van die Nederlandse dominee die heel lang in Zuid-Afrika gediend heeft. Dominee P. Huet, die ook dichter was. En misschien dat sommige ouderen het gedichtje kennen. Het gaat zo. Onder de ijzeren nagelpunt die uw voeten hield gebonden, zij een plaats aan mij vergunt waar ik mag wenen om mijn zonde.
geef mij, Heere, de laagste plaats. Zo ge mij een plaats wilt geven. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Herkent u het? Dat als je je zonde werkelijk inleeft, met een blik op het aan het kruis gehangen lichaam van de Heere Jezus, zijn doorboorde handen, zijn gebroken lichaam, zijn vergoten bloed, dat je zeggen moet, Heere, wat ben ik geweest. En dat als je hem mag kennen en mag vrezen, ook bij het ouder worden, zegt, Heere, wat heb ik u ook vaak bedroefd. Wat heb ik uw kruis. Ja, ik aarzel om het te zeggen, maar het is toch waar hoor. Smaad aangedaan. Door mijn zonde. Daar worden de zonden op zijn bitterst. Kijk, en dat slaat naar binnen door de kracht van de Heilige Geest. De Geest die met Pinksteren is uitgestort. Want de Heilige Geest, ik heb het vanmorgen aangestipt, de Heilige Geest, het liefste werk wat hij doet is Christus verheerlijken. En hij verheerlijkt Christus hier in de verslagenheid van het hart. Ja, dat is tot heerlijkheid van Christus. Tot heerlijkheid van Christus. Als wij onder de prediking van het woord van de levende God een verslagen hart en een verbroken geest gaan krijgen. Letterlijk staat er in de grondtekst, verslagen in het hart, doorstoken in het hart. En dan denkt u misschien met mij aan die prachtige woorden uit Hebreeën 4, waarover het woord van God gezegd wordt, dat het woord van God levend en krachtig is, dat het een tweesnijdend scherp zwaard is, dat doorgaat, doorboort tot in het binnenste van het leven. Ja, dat overal alles openlegt en blootlegt in het leven. Dat is de gedachte die hierin meekomt. Ja, zegt hij, dat is pijnlijk hoor. Als op huisbezoek echt de vinger op de wonden van mijn leven gelegd wordt. Als in de prediking gezegd wordt, maar ja, luister eens even. Is het geestelijk wel goed met jou? Ken je de Heere? Ken je jezelf? Ken je Christus? Die drievoudige kennis? Dat is pijnlijk. Als het woord van God de zonde blootlegt waaraan je verslingerd bent, die koningszonde dus uit je leven bijvoorbeeld, toch valt de pijn mee. De pijn valt echt mee. Want weet u, dat staat zo mooi in onze Heidelberger Catechismus zondag 2. Hè? Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van God, zegt dan het antwoord. Maar dan moet u het volgende meteen bijlezen. Wat eist de wet van God van u? Gij zult God lief hebben. Nee, zo staat het er niet. Er staat nog iets voor. Dat leert ons Christus in een hoofdsom. En ik weet ook wel dat er over dat zinnetje verschillend gedacht wordt. Maar vergeet u het niet. Als God in het leven van een zondaar gaat werken en zijn hart steekt, openlegt, doorboort door het zwaard van zijn wet en van zijn woord. Dat zwaard ligt in de hand. De doorboorde hand van Christus. Hij opent het gesloten hart. Hij legt het open. Hij ontdekt aan zonde en schuld niet om mensen in de put te werken. Of in de benauwenis te brengen waar geen uitzicht te vinden is. Hij ontdekt, hij maakt verslagen harten. Hij maakt dat ze alles voor hem neerleren leggen
in schuldbelijdenis en berouw, om hen uit te drijven, om hen te trekken naar zichzelf toe. En dat ziet u hier ook gebeuren als u het goed leest. Ze zeiden tot Petrus, wanneer ze in hun hart getroffen zijn, verslagen hart, ontdekken bij het licht van woord en geest wat ze gedaan hebben. Wat moeten we doen, mannen, broeders? Ja, sommige mensen zeggen dan meteen uit onze kringen van, ja, zie je wel, ze zijn nog helemaal niet goed bezig. Want ze hebben het over doen. Ze willen nog door werken zalig worden. Gelooft u maar niets van. Dat betekent die uitdrukking in het Nieuwe Testament helemaal niet. Dat kan wel gebeuren. En daar spreekt Paulus over, dat de mensen proberen door de werken der wet, door een stipt leven, God te behagen. En dat dat niet deugt en dat dat niet kan. Maar dit is een uitdrukking die uit de nood geboren is. En waarin deze mensen hun nood openleggen voor Petrus. En wat zal Petrus daar blij mee geweest zijn? Hoe moet het? Hoe kan ik zalig worden? Of uit het lied van McShane, mijn ziel doorziet ge uw lot. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Dit is een noodkreet uit de diepte. Een noodkreet uit het verslagen hart. Een noodkreet wat om antwoord zoekt. En nou misschien een gevoelig punt. Er zijn mensen in onze kringen, en ik heb ze ook in de tijd dat ik de gemeente mocht dienen, wel ontmoet. Die als je met ze spreekt over hun persoonlijke verhouding tot God, zeggen, ja dominee, ik besef echt wel dat ik een zondaar ben. Ik besef echt wel dat er wat veranderen moet, maar ja, er zal een wonder moeten gebeuren. En als je een jaar later terugkomt, zeggen ze nog precies hetzelfde. Weet u wat dat is? Dat is geen echte overtuiging van zonde. U vindt het misschien hard, maar dat is geen echte overtuiging van zonde. Want als de geest gaat werken en ons echt laat zien hoe erg het is om buiten God en zonder God te leven en te sterven, dan kun je niet op je plek blijven zitten. En rustig ieder jaar weer zeggen, ja, er moet een wonder gebeuren, punt. En rustig ieder jaar zeggen, ik weet dat ik een zondaar ben. Dan wordt de nood in je leven geboren. De drang om behouden te worden. Wat moeten we doen? En dan gaat Petrus de weg wijzen. En dan gaat hij de weg wijzen, en dat is eigenlijk mijn tekst niet, maar het hoort wel bij de preek van vanmiddag. Door op een paar dingen te wijzen. En zoals zo vaak in de Bijbel, het laatste is het belangrijkste. Wat lezen we namelijk in de volgende verse? Petrus zeide, bekeert u en eniegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonde en gij zult de Heilige Geest ontvangen, want u komt de belofte toe. En uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Ja, dat laatste moet u onderstrepen, want er zijn mensen vandaag die zeggen, ja, ja, dat Oude Testament is het boek van het verbond. Hè? Maar in het Nieuwe Testament is dat anders hoor. In het Oude Testament geldt, Abraham en zijn kinderen, die mogen delen in de belofte. De God van Abraham is de God van Abraham en zijn zaad en zijn kinderen. Maar in het Nieuwe Testament geldt dat niet meer. Dan moet je een gelovige zijn
om te delen in het verbond en om gedoopt te worden. U voelt het. De volwassen doop. Maar hier is een scharniertekst, waarin Petrus, geleid door de Heilige Geest, zegt: het werk van God, zoals dat in het Oude Testament gestalte krijgt, Abraham en zijn kinderen, dat wordt met de komst van de Heere Jezus niet afgeschaft. Dat wordt met de komst van de Heere Jezus en de Heilige Geest vervuld. En dan mogen ze het horen op de Pinksterdag, ondanks wat er gebeurd is. Ondanks alles wat u gedaan hebt, de gezegende naar de kruisheuvel geleid en hem laten kruisigen. Hij gedenkt aan zijn verbond tot in eeuwigheid. Dat is ook Pinksterprediking. U en uw kinderen. Er is hoop, zelfs voor mensen die, zoals John Bunyan het ergens schrijft, hun handen en hun armen tot de ellebogen toe in het bloed van Gods lieve Zoon hebben gedoopt. Zo zondig. Voor u en voor uw kinderen. En wat is dat heil dan? Wat God toezegt? En wat hij aan Abraham, zijn vriend, bevestigt van kind tot kind? Dat is de bekering. Dat is de vergeving van zonde. Dat is de genade van de Heilige Geest. Ja, prediking tot mensen die verslagen zijn van hart en die zeggen: wat moeten we doen? Dat begint met de bekering. Met de bekering die nodig is. Met de bekering die geëist wordt. Bekeert u, want het koninkrijk van God is nabijgekomen, preekte Johannes en preekte de Heer Jezus net zo. En dat is ook de dragende grond van het appel in de prediking van de apostelen. Maar die bekering is ook gave. Genadegave. Gave van Christus. Gave van de Heilige Geest. Het staat in dit hoofdstuk. Leest u maar. Vers 40. Wordt behouden. Je mag ook lezen: wordt bekeerd. De eis ligt er voor u, voor jou, voor mij: bekeert u. Maar de Heere, de God van het verbond, belooft het ook. Wat je nou mist, wat je uit jezelf niet kan bewerken, bekering, dat wil ik geven. Want dat is toch wonderlijk, niet? Wordt behouden. Dat is in de taal een leidende vorm. En dat wordt gepreekt als een bevel. Daar kun je toch niks van maken. Stel maar voor om het duidelijk te maken. Je staat voor een gesloten graf. En je roept: word opgewekt. Er gebeurt niks. Er verandert niks. Het graf blijft gesloten. Maar als de Heere zegt: word opgewekt, word wakker, ontwaak gij die slaapt in uw geestelijke dood en sta op uit de doden, dan komt Gods genade daarin mee. En daarom zegt Augustinus ergens in zijn belijdenissen: Heere, geef wat u eist. Geef wat u eist. Bekering, geloof, geef u het. En eis u dan maar wat u zelf gegeven hebt. Mooi, hè? Dat is het nou precies. Als Petrus zegt, als de apostelen zeggen, als de prediking vandaag klinkt: bekeert u, dan mag niemand zich van die eis afmaken, want het is de eis van de hoge God. Maar in die eis komt de genade mee. De genade van de Heere Jezus Christus wordt behouden. Want ik ben uw behoudenis. Ik ben uw heil alleen.
vergeving van zonde. Zelfs van de zonde van het aan het kruis nagelen van de Zoon van God. Zelfs van de zonde van het bespotten van hem. Zelfs van de zonde van het verachten van hem. Vergeving van zonde. Want in het bloed van Christus Jezus, Gods Zoon, is zoveel ruimte dat zelfs de grootste zondaar hier in de kerk, hier in Rijnsaterwoude, hier in Nederland, de grootste zondaar in deze wereld, kan zalig worden. Dat is het hoogtepunt en de spits van de prediking van Pinksteren. Verslagen in het hart worden. Verbroken van geest worden. Heren, wat moeten we doen? En het antwoord ligt op Golgotha. In de uitgebreide armen van de gekruisigde koning. Die het zegt, ook vandaag nog. Komt allen tot mij. Die vermoeid en beladen zijt. En ik zal u rust geven. En daarom zegt de psalmdichter het ook. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij. De ziel die met een verbroken hart tot hem zucht. En hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. En hij geeft het. Bekering en vergeving van zonde. Amen.